Het is 30 november en ik sta in de Basiliek in Veenendaal. Vanavond is het business event Veenendaal 2015. Er wordt gekozen voor de ondernemer van het jaar in 3 verschillende categorieën. We krijgen te zien de jonge ondernemer van het jaar, MKB detailhandel en grootzakelijk. En daarnaast wordt er in Veenendaal ook nog de ICT Award uitgereikt. En natuurlijk is er nog de publieksprijs. Laten we maar eens gaan kijken hoe dat het verloopt. Dames en heren, een warm applaus voor de 9 genomineerden van vanavond. Saving Support. Inner Stance. DPD. JBTech. De ISO Groep. Schatkids. ASB. En Jumbo Huibers. Dat zijn ze, dames en heren, die 9 genomineerden van vanavond. Saving Support, Inner Stance, DPD, JBTech, ISO Groep, Schatkids, ASB en Jumbo Huibers. 9 prachtige bedrijven. Ik hoorde heel veel gejuich, maar waar zit de Jumbo? Kijk, dat is bijna een eigen vak. Van harte welkom. Van harte welkom. Het zal je maar gebeuren dat jullie winnen. Het kan maar zo, het kan maar zo. Het is best bijzonder, dames en heren. Ik weet vanavond helemaal niets. En dat maakt het vandaag wel heel erg bijzonder en ook wel spannend. Ook voor u natuurlijk vanavond in de zaal. Het is een korte film. Een presentatie van de 9 genomineerden verdeeld over 3 categorieën. Jonge ondernemer, onderneming van het jaar. MKB en detailhandel, de categorie grootzakelijk. En daarnaast de Rabo Publieksprijs en de ICT Award. En na afloop van de feestelijke uitreiking heeft u alle gelegenheid tot netwerken en het feliciteren van de prijswinnaars. Dames en heren, ik ben vanavond niet alleen. Ik weet mij vanavond begeleid door een, ja, ik mag wel zeggen, vriend. Ben ik blij mee. Mede mogelijk gemaakt door de firma Budding in Veenendaal, die bereid waren om op het laatste moment de vleugel binnen te rijden. Dames en heren, een warm applaus voor Jan Veen. En dan natuurlijk, dames en heren, het is prachtig. U als genomineerde bent vanavond binnen. U als gast bent binnen. De Jumbo is binnen. Maar je hebt natuurlijk ook nog een jury nodig. Dames en heren, ik vraag een warm applaus voor de juryvoorzitter van vanavond, de heer Arnoud Willot Versprillen. Een bijzonder goedenavond. Van harte welkom in de Basiliek. Loopt u mee, mooi naar het midden van het podium. Fijn dat u er bent. Juryvoorzitter, hoe mooi is dat? Prachtig, al heel lang. En het is leuk om hier weer een jaar mee te mogen maken. Met en trots. Hoe gaat het nu in zijn werk? Er gebeurt een hoop. Ja, maar het begint niet bij ons. Het begint bij de mensen die bedrijven nomineren. En alle mensen die dat doen, alvast heel erg bedankt. En om het een beetje objectief te houden, is er dan een voordrachtscommissie. En die selecteert uit de nominaties bedrijven die voorgedragen worden. En uit die voordrachten selecteren wij vervolgens de genomineerden en de winnaar. Dat lijkt me een hele opgave. Ja, dat is het ook. Ik zeg het elk jaar weer. Alle bedrijven die hier nu aanwezig zijn, hebben eigenlijk al gewonnen. Het is erg moeilijk om uit deze prachtige groep bedrijven winnaars te kiezen, want ze zijn ontzettend verschillend. En dat maakt het misschien ook wel bijzonder, zo'n avond als deze juryvoorzitter te zijn. Ja, dat is prachtig. Dan bent u de voorzitter, de jury bestaat uit meer personen. Wie zijn dat? Ja, Frans Pas, Gert de Fluiter, Paul Roorda en Nel van Vessen. Een warm applaus voor de jury van vanavond. Ook aan u, we gaan u vanavond nog veelvuldig terugzien. Dames en heren, een warm applaus voor de voorzitter van de jury, Arnoud Willot Versprillen. En de keuze die wij hebben gemaakt gaat in dit geval uit naar een bedrijf wat zich heeft gekenmerkt door een herhaalde enorme groei in een gebied waar die landelijk kan opereren. En de business van Koen Lagerwij heeft zich als winnaar gepresenteerd. Dames en heren, de winnaar in de categorie jonge ondernemingen. Het bedrijf van Koen Lagerwij, ASB BV.
Wij doen onder andere asbestsanering, rioolrenovatie en inzet van calamiteitenunits. Dat doen we eigenlijk heel veel voor woningbouwverenigingen. Dat zijn eigenlijk de klanten waar we veel voor werken. En daar doen we die drie diensten afleveren. Nou ben je recent begonnen, wanneer? 2012 zijn we gestart. 2012 en met z'n hoeveel zijn jullie nu? Op dit moment werken we met ongeveer 28 mensen. Dat groeit de steden klip omhoog. Dat gaat erg hard inderdaad, ja. Hoe komt het dat jullie zo in de groei zitten? Nou, dat komt omdat onze producten die we leveren zijn erg aansluiten bij onze doelgroepen. Ik ben dit bedrijf begonnen vanuit de gedachte dat asbestsanering beter kan. We werken veel voor corporaties. Nou, wat daar veel gebeurt is dat er veel slopersmentaliteit aanwezig is bij asbestsaneringsbedrijven. Dus er wordt meer gesloopt dan dat nodig is. En daarvan dacht ik, joh, dat kan anders en dat kan beter. En nou, vanuit die gedachte ben ik ASB begonnen. Vanuit asbestsanering en nou ook riool? Ja, we zijn nu ook rioolrenovatie erbij begonnen. Dat is eigenlijk een tweede dienst die erg overlappend is aan de asbestsanering. En we zitten toch al bij die klant aan tafel. En dan kunnen we eigenlijk heel makkelijk op die manier ook die tweede dienst daarin kwijt. En dan heb je ook een derde dienst? Ja, dat is inzet van calamiteitenunits. En dat bij asbest, er wordt ook heel vaak verkeerd verwijderd. Asbestbranden hebben we mee te maken. En nu met de hevige storm die nu is, komt de asbest vrij. Nou, dan moeten vaak onderzoeken plaatsvinden. En dat moet onder allerlei speciale condities uitgevoerd worden. En daar kunnen we met die calamiteitenunits daarin ondersteunen. Komen er nog takken bij? Wellicht, ik sluit het niet uit. Maar voorlopig is dit even voldoende. Gefeliciteerd met de prijs. Dan ga je dat vieren dit jaar? We moeten even nadenken hoe we dat handen voeten gegeven. Maar we zullen ongetwijfeld een feestje aanwijden. Ook in deze categorie hebben we heel diep na moeten denken als jury. Maar er was één bedrijf wat er net een beetje bovenuit sprong. En daar hebben we onze keuze op laten vallen. Het is een bedrijf wat in de Veenendaalse haarvaten geworteld is. In de Veenendaalse historie geworteld is. En ook het Veenendaalse uiterlijk de afgelopen jaren drastisch heeft gewijzigd met een paar prachtige nieuwe vestigingen. U heeft het al door, het gaat over Jumbo Huibers. Dames en heren, Jumbo Huibers, Kees Huibers. De woorden van de burgemeester. Je moet natuurlijk altijd even het applaus incasseren, dus dat liet ik natuurlijk gebeuren. We zijn een familiebedrijf, we staan bijna 100 jaar. En ja, we zijn geweldig blij dat we deze prijs gewonnen hebben. Zeker. Nou, het was ook werkelijk een groot vak van het publiek. Was allemaal medewerkers. Hoeveel had je er meegenomen? Er waren er ruim 30 die mee waren gekomen. Ja. Okay. Met z'n hoeveel zijn jullie eigenlijk bij de Jumbo? Bij elkaar zitten we ongeveer 250 medewerkers. Kijk, en nou hebben jullie grote nieuwbouw uitgevoerd dit jaar. En hoe onderscheiden jullie nu ten opzichte van de rest? Ik denk dat wij ons onderscheiden omdat we naast dat we een goede formule hebben, in ons geval Jumbo, dat wij ook lokaal gewoon betrokken zijn, de klant en de medewerker kennen. En ook medewerkers zijn lang bij ons in dienst. En dat is de toegevoegde waarde bovenop het feit dat je gewoon een goede winkel hebt. En jullie zijn ook sterk in regionale producten? Ja, we hebben al jarenlang brood van de warme bakker. We halen ook fruit uit de Betuwe. Dus we proberen ook echt lokaal verbonden te zijn. Ja. En nou ga je feesten. Nu gaan we feesten, als het mag van jou. Ja, zeker. Dames en heren, de winnaar is Ion IP. Dames en heren, een warm applaus voor Michael Bachman. Van harte welkom. Op het podium. En ik ga hem er gelijk bij vragen zometeen voor het overhandigen van die award. De oorkonde, kom gerust verder. De bloemen. Nou, INP zorgt voor beveiliging van datacenters en voor applicatiebeschikbaarheid bij hun klanten, grote klanten. Denk daarbij aan KLM, aan Mammoet, aan Wekamp. Allemaal bedrijven die te maken hebben met beschikbaarheid van hun businessprocessen en met beveiligen van de data. En heb je dan een datacentrum? Nee, dat hebben zij. Dus wij verzorgen dat, wij implementeren dat. Wij bedenken, implementeren, we kunnen het onderhouden. En we kunnen het ook voor hun als een dienst leveren, als ze dat zouden willen. Dus zij hebben dan een datacenter en dan zorgen jullie voor de beveiliging dat alles goed loopt qua beschikbaarheid? Ja, dat klopt. Dus dat betekent dat gebruikers die toegang vragen voor applicaties, dat we dat gecontroleerd doen. Dus we kijken of ze wel toegang mogen hebben. En we kijken dus ook wel of ze bepaalde performance kunnen bieden, zodat die applicatie waar ze ook zitten over de wereld altijd goed blijft performen, zodat ze de ding kunnen blijven doen.
En zaken als bijvoorbeeld een DDoS-attack? Of... Ja, dat zijn juist dingen waar we heel erg mee bezig zijn. He, juist bij grote klanten zien we hoe we dat op een andere manier steeds makkelijker kunnen invullen. Dat is een aspect. Een ander ding waar we nu mee bezig zijn heeft te maken met de nieuwe wet die eraan staat te komen per 1 januari 2016. En dat is de wet meldplicht voor datalekkage. Dus dat je als organisatie verplicht wordt om te melden als de dingen niet goed gaan. Als dat heeft te maken met persoonsbeveiliging en persoonsgegevens. En daar zit wel de kneep. Dat wordt steeds complexer. We moeten steeds opener zijn als organisatie. En dan moet je ook kunnen inspelen als een bedrijf die zeg maar security in het vaandel heeft staan. Maar dan bewaken jullie eigenlijk de data die ook over de lijnen het datacenter uitgaat? Ja, dat klopt. We bewaken dat. We bewaken het transport van data. Dus je moet zich voorstellen dat wij ook transport verzorgen, datatransport verzorgen voor bedrijven die betalingsverkeerafhandeling doen. He, van pinautomaten bijvoorbeeld. En allemaal dat soort zaken. Ja. Winnaar van de ICT Award 2015. Gefeliciteerd. Ja, geweldig. Het is niet alleen voor mij leuk. Ik denk dat het voor het team veel leuker is. Het team heeft hard aan gewerkt. Hard voor moeten werken. En zeker ook met de klanten die we hebben is het juist leuk dat ook het team, die zat ook in de zaal, die zei ook, ja, weet je, hebben we met z'n allen gedaan. Het is niet een effort voor een persoon. Het is effort wat het team heeft gedaan. En dat is, ja, zij hebben het verdiend. U begrijpt dat de keuze wederom niet makkelijk was. Dat is een soort mantra wat ik dan maar afsteek. Maar ook hier moesten wij een ondernemer de winnaar laten zijn. En de winnaar in deze categorie is na lang zoeken, lang nadenken, geworden het bedrijf in Veenendaal, Lantor. Dames en heren, Lantor. Het bedrijf van Daan Koppel. En Robert, komt u naar voren. Het ultieme moment, meneer Rodenburg. Natuurlijk voor alle bedrijven de oorkondes. En dan natuurlijk het moment van de award. Meneer Koppen en meneer Orterveld, komt u gerust naar voren. Ja, dat is toch wel het moment van de award, Koos. Het is geweldig om een bedrijf als Lantor, om dit te mogen uitreiken. En ik zat er net al te bedenken, van dit bedrijf laat zien dat je elke keer jezelf opnieuw moet uitvinden. He, vanuit de oude wereld naar de nieuwe wereld, innovatie, inspelen op de vernieuwingen en de veranderingen. Daar zijn jullie echt in geslaagd. En mede om die reden vind ik het geweldig om deze award aan jullie uit te mogen reiken. Prachtig, een mooi moment, dames en heren. De award voor de winnaar in de categorie grootzakelijk. Mijn naam is Martin de Rotterlander, mede directielid en manager operations binnen Lantor. Mijn naam is Daan Koppen en ik ben algemeen directeur van Lantor. Wat doet Lantor eigenlijk? Lantor doet heel veel, maar wij produceren op basis van non-wovens, niet gewoven textielmaterialen. En dat leveren we als halffabrikaat aan voornamelijk de kabelindustrie en de composietindustrie. En wat moet ik bij... Over de hele wereld. En wat moet ik me voorstellen van composietindustrie? Composietindustrie is een industrie die onder andere huiden voor schepen maakt. Dus plezierjachten, dat soort dingen. Maar ook stoeltjes in een stadion. Die maak je niet volledig van een hars. Maar daar heb je een vulmiddel in nodig. Het composietmateriaal wat wij leveren, produceren en leveren wereldwijd. En verder komt u ook tegen windmolens in de vleugels van de propeller van de windmolen. Eigenlijk overal waar je zo licht mogelijk wilt produceren, vind je ons materiaal als vulmiddel om stevigheid te geven, tevens gewichtsbesparing. Gefeliciteerd met jullie prijs. En had je het verwacht? Nou, we hadden het gehoopt. Vertrouwen is een groot woord, maar we zijn in ieder geval heel erg blij dat wij dit jaar die prijs in ontvangst mogen nemen. Dus dat is geweldig. Dus nou wordt het feesten. Ja, we moeten nog even kijken hoe we dat gaan doen. We moeten zelf nog even bijkomen. Vanavond toen we hierheen kwamen maakten we een grapje van wie gaat de speech en hoe gaan we speechen als we gewonnen hebben. Maar nu moeten we maar eens gaan nadenken. Nu is die echt gekomen, die prijs. Dus nu moeten we in het bedrijf ook wat leuks gaan doen. Dus we zullen zeker morgen overleggen wat we gaan doen. De lijnen zijn gesloten. En de stemmen worden geteld voor die Rabo Publieksprijs. Dames en heren, we hebben een winnaar. Notaris, het woord is aan u. Bouw de spanning op. Ja, en de winnaar is natuurlijk een interessant bedrijf. En van alle prachtige bedrijven die we hier gezien hebben, is er één die niet alleen
geen sms-tegoed meer heeft, maar ook zijn voltallige medewerkers heeft meegenomen. Dames en heren, de winnaar is de Jumbo Huibers. Dames en heren, Kees Huibers. De Rabo Award. Een bijzondere avond. Ja, ik kom even bij u ook. Ja, van harte gefeliciteerd ook de Jumbo, alle mensen daarachter in de zaal. Uiteraard jullie zelf ook. Je hebt net al behoorlijk toegezongen. En ik denk, een echt Veenendaals familiebedrijf, midden in de samenleving, past helemaal bij de Rabobank en zeker bij de publieksbank. Dus nogmaals, van harte gefeliciteerd. Jullie kunnen er echt trots op zijn. Dit is hem. Twee awards. Bij mij staat de hoofdsponsor van vanavond. Wie is dat? Ja, dat is de Rabobank. En mijn naam is Barry van der Laar, want ik ben directeur bij de bank. En welke prijs hebben jullie hier ook nog gesponsord? Deze keer hebben wij de publieksprijs gedaan. Normaal hebben we, je hebt ook de grootzakelijke prijs, midden- en kleinbedrijven en starters. En wij zijn de bank voor alle bedrijven eigenlijk. Dus dat is eigenlijk de keuze geweest om de publieksprijs in ontvangst of uit te mogen geven, zeg maar, aan de kandidaten voor vanavond. Jullie staan als bank dus midden in de samenleving? Ja. Wij proberen op allerlei manieren midden in de samenleving te staan. Nee, met sponsoring, met name heel veel sport in deze omgeving. We hebben een coöperatiefonds waardoor wij in de samenleving staan. En ook een sponsor van een business event om de ondernemingen in deze omgeving het podium eigenlijk te geven. En hoe is zo'n avond als vanavond? Hoe bevalt dat? Nou, een hele leuke avond. Dit is de 11e keer dat ik het meemaak, ook zelf meemaak. En het hangt ook een beetje van de presentator af. Nou, die was vanavond heel erg ad rem en leuk met ondernemers. En je merkt gewoon aan de sfeer dat ook de economie wat beter gaat en dat ondernemers gewoon naar de zin hebben. Dus het is heel mooi om Veenendaal op deze manier op een goede wijze op de kaart te zetten in Nederland. Dus dit evenement gaat nog wel een vervolg krijgen? Ja, in ieder geval de komende 3 jaar, want zo lang loopt ons contract nog, zeg maar, met als hoofdsponsor.